Zondagmiddag was er een botsing op de N381 bij Donkerbroek. Ter hoogte van een bocht kwam een personenauto, bestuurd door een 60-jarige man uit Lippenhuizen, door nog onbekende reden op de andere weghelft terecht. Daarbij kwam de auto in aanraking met een autoambulance, bestuurd door een 51-jarige inwoner van Oranje. De personenauto draaide rond en kwam achterwaarts via de berm in de sloot terecht. De autoambulance schoof door de aanrijding over de weg en raakte daarbij een andere auto, bestuurd door een 25-jarige man uit Opeinde. Een 19-jarige man die vlak bij de plek van het ongeluk woont, twijfelde geen moment en haalde zijn trekker op. Door de auto met een kabel aan zijn trekker te verbinden, voorkwam hij dat de auto verder in de sloot gleed. Omstanders en medeweggebruikers verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten en de traumahelikopter ter plaatse waren. De 60-jarige bijrijdster, eveneens uit Lippenhuizen, kon zelf uit de auto komen en werd per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Drachten gebracht. De 60-jarige bestuurder werd door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd en is met onbekend letsel overgebracht naar het UMC in Groningen. De bestuurders van de autoambulance en de andere geraakte personenauto kwamen met de schrik vrij. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval en het onderzoek door het bureau verkeersanalyse afgesloten. Medewerkers van de provincie Friesland hebben de weg schoongemaakt en om 8:30 kon deze weer worden vrijgegeven.